2 Corinthians chapter 4 verse 8. 2 Corinthians 4 verse 8. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. 2 Corinthians 4 verse 8. We are still dealing with the topic. We zijn nog steeds bezig met het onderwerp. My testimony. Mijn getuigenis. Is hidden in my pain. Is verborgen in mijn pijn. Testimony. Mijn getuigenis is hidden. Is verborgen in my pain. In mijn pijn. I can see. Ik kan zien that my testimony. Dat mijn getuigenis is found in my pain. Gevonden wordt in mijn pijn. Amen. 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 2 Corinthians chapter 4 verse 8. 2 Corinthians 4 vers 8. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in this hurt. We are hard pressed. Paul is writing. Onder druk. Paul is writing. En Paulus schrijft. We are hard pressed. Dat we onder druk zijn. From all sides. Van alle kanten. But we are not. We're not in despair. We zijn niet in het nauw. We're not giving up. Wij geven niet op. There is pain on every side. Maar er is pijn aan alle kanten. Everywhere there is pain. Overal is er pijn. Everywhere there is trouble. Overal zijn problemen. Everywhere there is persecution. Overal is vervolging. Everywhere there is hatred. Overal is haat. Things are not working. Dingen werken. Things are not moving. Dingen bewegen. The good we do. Het goede dat wij doen. Is interpreted to be bad. Wordt vertaald in het slecht. But in spite of all this. Ondanks al deze dingen. We're not giving up. Geven wij niet op. Because my testimony is in my pain. Mijn getuigenis is in mijn pijn. Pain is one of the things that Christians don't like to hear. Pijn is een van de dingen die christenen niet willen horen. We believe that when we give our life to Jesus Christ, wij geloven dat wanneer we ons leven aan Jezus Christus, when we are born again, als we wedergeboren zijn, from that very moment, vanaf dat moment, we are not supposed to go through pain anymore. Horen we niet meer door pijn heen te gaan. That everything will just be smooth and easy. Maar alles zal gemakkelijk gaan. If that were the truth, is dat wel de waarheid? Then we won't have problems. Want dat is geen probleem. But if you are born again, maar wanneer u wedergeboren bent, the Bible did not promise you, de Bijbel heeft u niet beloofd, that you will not have pain, dat u geen pijn zult hebben. Instead, the Bible promises us, in plaats daarvan belooft de Bijbel ons, that we will go through fire, dat we door het vuur zullen gaan. A big promise. Een hele grote belofte. He said, when we go through fire, wanneer we door het vuur heen gaan, we will. Wat zullen we doen? Go through fire. We zullen door het vuur but heen. He told us. Maar hij zei ons, we will not be burnt. We zullen niet branden. But we must go through it. Maar we moeten er wel doorheen gaan. Nobody can go through it for you. Niemand kan er voor u doorheen gaan. You have to go through it. Je moet er zelf doorheen. Pain in Christianity is reality. Pijn in het christendom is een realiteit. You cannot be exempted from it because you are a Christian. U kunt er niet van worden uitgezonderd omdat u een christen bent. And the pressure and the weight and the extent of your pain is determined by God. En de druk en het gewicht van de pijn dat wordt bepaald door God. Not by anybody. Niet door iemand anders. The enemy will bring his own pain. De vijand brengt zijn eigen pijn. But you have to understand. Maar u moet begrijpen. That if you are able to defeat him. Dat wanneer u staat bent om hem te verslaan. Because you are already a winner before you even start the war. U bent al een winnaar voordat de oorlog begon. But if you can be patient. Maar als u geduldig kunt zijn. And just go on. En gewoon doorgaat. You will come out with a testimony. Dan zult u eruit komen met een getuigenis. David was anointed a king. David die was een gezalfde koning. He had no throne. He had no throne. Hij had geen troon. He was running from cave to cave. En hij rende van grot naar grot. And he was the king of Israel. En hij was de koning van Israël. He had followers. En hij had volgelingen. He had to go back for food to eat. Maar hij moest om voedsel smeken om te kunnen eten. But he was a king. Maar hij was een koning. He was a king. Hij was een koning. They were looking for him to kill him. En ze waren op zoek om hem te doden. But he was a king. Hij was een koning. And God was with him. En God was met hem. He killed Goliath for God's sake. Hij doodde Goliath voor Gods zaak. The man that was threatening the life of Israel. De man die het leven van de Israëlieten. Every day he would come and say, is there no man in Israel? Elke dag kwam hij. Dus hij is er dan geen man
challenge me? Die mij kan uitdagen. And everybody will hide. En iedereen verborgen. And this man came out. En deze man kwam naar voren. In the public. In het publiek. And killed Goliath. En hij doodde Goliath. He did not only kill him. Hij heeft hem niet alleen gedood. He cut off his head. Maar hij heeft ook zijn hoofd afgehaald. And brought the head to the king. En hij bracht het hoofd naar de koning. So that the king can have some rest of mind. Zodat de koning wat rust kon hebben. That is a great achievement. Dat is een grote iets groots dat hij heeft. Alleen sommige nationen hebben problemen. Do you agree with me? Bent u dat met me eens dat hij nog what he did wat is hij, what everybody knew. Wat hij deed was wat iedereen wel wist. And the women began to dance. En de vrouwen begonnen te dansen. They formed music. Ze maakten muziek. Oh, David killed 10,000. Oh, David heeft 10,000 gedood. Saul killed 2. En Saul maar 2. Amen? Amen. And that became a problem. En dat werd een probleem. Saul said, I'm going to kill you too. Dus Saul zei, ik zal jou ook doden. So the good you do. Dus het goede dat u doet. That you think everybody is going to praise you. En dat u denkt iedereen zal u prijzen. Could become the pain. Dat kan de pijn worden. That you have to fight. Dat u moet vechten. To get your next testimony. Om uw volgende getuigenis. Don't hang on what you did last year. Het gaat niet om wat u vorig jaar. Don't hang on what you did last month. Vertrouw niet op. Look at that person that did that thing for him. Now look at the way he's looking at you. You need to do another one to get the next testimony. Somebody say amen. David die rende weg. Run away. Hij rende weg. Even when he had the opportunity to kill Saul. En zelfs toen hij de gelegenheid had om Saul te doden. To destroy your enemy. Om je vijand te vernietigen. He didn't do it. Heeft hij het niet gedaan. Why? Waarom? Fear of God. Amen. Fear of God. He couldn't kill God's anointed. Hij kon niet de gezalfde van God doden. We can preach on that. Daar kunnen we over preken. He could not kill the God's anointed. Hij kon niet de gezalfde van God doden. He cut the edge of his garment. Hij sneed een stuk van zijn mantel. And his heart was troubling him. En zijn hart dat maakte hem onrustig. Just to cut the edge. Alleen vanwege het. The one that has been looking to kill you, throwing javelin at you, sending people to kill you, and you know, and you have escaped several times, yet you have opportunity to finish him permanently. And you cut the edge and you cannot sleep. Als je de gelegenheid hebt om je vijand te doden, maar je doet het niet, je snijdt alleen maar een stukje van zijn mantel af en daar kan je al niet door slapen. Daar you can see the quantity and quality of God that was in David. Dan kunt u de kwaliteit en de kwantiteit van God in David zien. He said, how can I do this against God's anointed? Hij zei, hoe kan ik dit doen tegen de gezalfde van God? I wonder if the people of nowadays know that. Ik wilde dat de mensen van tegenwoordig dat zouden weten. There are people who are anointed by God. Dat er mensen zijn die gezalfd zijn door God. To rule. Om te regeren. And you don't touch them. En je raakt hen niet aan. You know, you didn't appoint them. Je hebt hen niet aangesteld. You didn't put them there. Je hebt ze daar niet neergezet. You don't touch them. Maar je raakt hen niet aan. I learned that long time ago. Ik heb het lange tijd geleden geleerd. I don't judge another man's servant. En ik oordeel niet over de dienstknecht van een ander. What he's doing? Wat hij doet? Between him and the God who put him there. Dat is tussen hem en degene die hem daar heeft aangesteld. You don't touch God's anointing. Je raakt Gods gezalfde niet aan. Not with your mouth. Niet met uw mond. Or your eyes. Mm. Met uw ogen. Not with your eyes. Yes, your eyes. Also, you can use your eyes to kiss somebody. Yeah. Not with your eyes, not with your mouth. Niet met not with your thoughts. Niet met uw you don't. Dat doet u niet. You don't appoint yourself to become a judge over God's anointed. Mm-hmm. You destroy things that you don't even can imagine. God don't care. Please let me teach you the Bible. Please listen to me. Let me teach you the Bible. For God, it doesn't matter whether you are right or not. God maakt het niet uit of u bij het rechte eind heeft of niet. I mean, whether what you are talking about you have gelijk of you have geen gelijk, for God it does not matter. Voor God maakt dat niet uit. You are wrong. U bent fout. You can hear any other thing from other people. They are only pushing you to hell. Kunt van alles horen van andere mensen, maar for God, naar de hel. That mark me out for him.
Als je hebt gelijk, it doesn't matter for God, of niet gelijk, if you are right or not, of wat je hebt gezien is waar of niet waar, if what you have seen is real, of wat je hebt gehoord klinkt goed, of what you have heard sounds good. That's not what he's looking for. Daar gaat hij niet naar. He's looking for that what you are saying, you are not in the position to do it. Hij gaat kijken that's what he's looking wat u zegt of u in de positie bent om dat te doen. Life is full of pain. Amen? Amen. You don't hear this, and let me tell you the truth. Zal u de waarheid zeggen? Most good things in life you get through pain. De meest goede dingen in het leven krijgt u door pijn. It's true. The child you have today. Het kind dat u vandaag heeft. When you were given the birth. Wanneer u aan het baren was. You were standing between life and death. Stond u tussen leven en dood. The pain is the pain that you don't promise anybody. Amen? Yeah. But when the child cries, it's a testimony. Yeah. How many of you agree with that? Amen. Give me that scripture one more time. Okay. And you cannot get this testimony except you are consistent. En u krijgt dit getuigen dus niet wanneer u niet consistent bent. If you run away from the pain, als u wegrent van de pijn, and you refuse to go through it, en u weigert om er doorheen, you are not consistent with it. U bent er niet consistent mee. You will not have any testimony. Dan zult u geen getuigen. There must be consistency in it. Hoe meer consistent u bent, you must recognize it. U moet het herkennen. You cannot transfer that pain. U kunt die pijn niet overdragen. You need to go through it. U moet er zelf doorheen gaan. He said, we are troubled on every side. Troubled on every side. Moeilijkheden aan alle kanten. Every side. Overal. We are troubled. We zijn er moeilijkheden. Yet not distressed. Maar we zijn niet in de. We are not stressed. We are blessed, but not in despair. Oh, there's pain everywhere. All my body is paining me, my head, my legs, my hands, everything, my eyes, finances are not going well, my children are not listening, everything is upside down. But I'm still a Christian. Somebody say, I'm still a Christian. Say, no matter what is going on, I'm still a Christian. And I'll be here like one. We know how much of the Bible is. When the whole world is on your head. Weten hoeveel van de Bijbel in u is wanneer de hele wereld tegen u is. When everything is broken down. Wanneer alles wordt afgebroken. And nothing is working. En niets werkt. We want to know how much is inside. We willen weten hoeveel er van de Bijbel is. That is the pain. Dat is de pijn. Will you rejoice when you still have pain? Zult u nog steeds blij zijn wanneer u pijn heeft? Will you still praise the Lord when you have pain? Zult u nog steeds de Heer prijzen wanneer u pijn heeft? They call pain. Pijn. Does not know a king. He does not know a queen. He does not know how much you have. He doesn't even know your anointing. He doesn't know how much you have in the bank. He goes to everybody. He visits everybody. May he not visit you this year. I say, may he not visit you this year. May the goodness of the Lord will get you this year. Testimony. Getuigenis. For you to have that testimony. Voor u om een getuigenis te hebben. You need to do some things. Moet u een paar dingen doen. You must do some things. U moet een paar dingen doen. You cannot just have testimony. U kunt niet zomaar een getuigenis. We already mentioned about 5 or 6 of it. How many did we mention last week? Hoeveel hebben we vorige week genoemd? How many did we mention last week? Hoeveel punten hebben we vorige keer genoemd? How many? Five. We mentioned number one. What did we mention? The environment, right? We hebben de omgeving genoemd. We mentioned the environment. We hebben de omgeving genoemd. Create an environment of success. Creëer een omgeving om succes te hebben. Create an environment of success. Creëer een omgeving om succes te hebben. We said that number one, you have to create an environment of success. Nummer 1 was, we moeten een omgeving creëren om succes te hebben. Once you have a good environment. Wanneer u een goede omgeving heeft. You will succeed in life. Dan zult u succes hebben in het leven. And we mentioned, force yourself to do difficult things. Did we do that? En we hebben gezegd dat we zelf moeten dwingen om moeilijke dingen te doen. Your numbers are different from mine. Number 2. Good. Number 4. Okay. We asked you to be tough on yourself. En we hebben ook gezegd, that was number 2, right? We asked you to love the work. En moet het werk lief hebben. Number 5. We asked you to conquer yourself. Je moet jezelf overwinnen. Number 3. We asked you to be tough on yourself. En je moet ook hard zijn voor jezelf. Amen? Those were the ones we mentioned.
So today we are going to take number 6. Dus vandaag nemen we nummer 6. Accept who you are. Amen. Accepteer wie u bent. Accept who you want. You accept who you are if you are good. Accepteer uzelf dat u goed bent. No, I didn't say that. I said, accept who you are if you are good. Accepteer uzelf wanneer u goed bent. If you are not good, you know. Wanneer u niet goed bent, dan weet u het. You don't need anybody to tell you. Je heeft niemand nodig om het u te vertellen. If you are not good. Wanneer u niet goed bent. You know yourself. Dan kent u uzelf. So when I say accept who you are, dus wanneer ik zeg dat u zichzelf moet accepteren zoals u bent, what I mean is this. Wat ik bedoel is dit. The judgment of people, het oordeel van mensen, should not be a big problem for you. Het zou niet een groot probleem voor u moeten zijn. If you know that what you are doing is right. Als u weet dat wat u doet dat dat goed is. Some of us abandon everything we start. Sommigen verlaten alles wat ze begonnen zijn. Because somebody said it's not good. Omdat iemand gezegd heeft dat het niet goed was. You start something. U begint iets. And somebody says it's not good. En iemand zegt het is niet goed. Then you abandon it. En dan verlaat u dat. No. Nee. You need to accept who you are. U moet accepteren wie u bent. You need to know what you can do. En u moet weten wat u kunt doen. And you need to know the level in which you can go. And then do what you have to do. En dan doe wat u moet doen. The likes you get on Facebook does not determine how popular you are. De likes op Facebook bepalen niet hoe populair dat u bent. You could be a writer. U zou een schrijver kunnen zijn. And you write a little thing there. En u schrijft daar een klein beetje. And nobody likes it. En niemand vindt het leuk. It does not mean you're not a good writer. Dat betekent niet dat u geen goede schrijver bent. You keep on writing. U gaat door met schrijven. You have to accept who you are. U moet uzelf accepteren zoals u bent. Stop deceiving yourself. Don't try to be somebody you are not. Probeer niet iemand te zijn die u niet bent. It's more painful to be somebody you are not than to be yourself. Het is veel pijnlijker om iemand te zijn die u niet bent, dan om uzelf te zijn. Be who you are. Wees wie u bent. Be proud of who you are. En wees trots op wie u bent. And do what you can do. En doe wat u kunt doen. I told you, if you put me in a boxing ring, I told you the result already, didn't I? Ik heb u gezegd, als u mij in een boxring zet, dan weten we het resultaat al. If you put me in a boxing ring. Als u mij in een boxring zet. For 5 million. Voor 5 miljoen. I will enter. Dan zal ik daar binnen gaan. I will enter the boxing ring. Ik zal daar in die boxring gaan staan. But I can assure you. Maar ik kan u verzekeren. The moment we touch hands. De moment dat wij de handen schudden. You know they touching hands, right? And they say, box. En dan zeggen ze, box. That word box is my knockout. Dat woord box, dat is mijn knockout. The way I will fall, I will be begging the person, please, I already fall. Leave me. Because you can fall, they still give you one. He says, box, I'm already on the ground shouting, this is your knockout, knockout, knockout. I will be, and if he's coming towards me, I'll roll off. On the other side, I'll run. Because I am not built to take those blows. Please, it's not film trick. When I was in the secondary school, we used to go watch boxing, and sometimes I tried it. It's real. Those things is like hammer. It's like a hammer. Some people are built to receive it. Yeah. When you give it to them, they just shake it. I am not built for that. And I cannot pretend. So I avoid it. But some of us know that we are not that, and we still go there. Sommigen van ons weten dat ze er niet voor gebouwd zijn, want ze gaan er toch naartoe. And when they go there, en wanneer ze daarheen gaan, they want everybody to like them. Dan willen ze dat iedereen het aardig vindt. Everybody cannot like you. Maar niet iedereen kan het aardig vinden. There is nothing you will do. Er is niets dat u kunt doen. Even your children.
Zelfs uw kinderen. Even your family. Zelfs uw gezin. Don't make mistake to ask them, do you like me? Maar niet just assume they all like you. Amen? Just assume it by faith. They all like you. Because if any of them will say, should I be honest? Then you are finished. Even let's say, zal ik eerlijk zijn? Dan is het gedaan met u. Try to be who you are. Probeer te zijn wie u bent. And develop who you are. En ontwikkel wie u bent. And be the best of who you are. En wees de beste van wie u bent. And sell who you are. En verkoop wie u bent. To other people. Aan andere mensen. Whether they accept it or not. Of ze u accepteren of niet. The time will come. De tijd zal komen. They will accept it. Yeah. I gave you an example last week. The first time Coca-Cola was made. Coca-Cola was made. Coca-Cola. I understand that they didn't sell up to 25 in 1 year. In 1 year. Is enough to discourage anybody. But if there is any village in the world. Where there is no Coca-Cola. Run. Coca-Cola is everywhere. Coca-Cola is. But if he was discouraged the first time, he would have continued. Maar als hij ontmoedigd was, die eerste keer, dan was er geen Coca-Cola geweest. But he knew what he can do. Hij wist wat hij kon doen. Somebody say, I can do what I can do. I can do what I can do. I don't need to be somebody else. I don't need to be somebody else. I just need to be myself. I just need to be myself. And develop myself. And develop myself. In the talk. Number seven. Be hungry for knowledge. Wees hongerig naar kennis. If you want testimony out of your pain. Als u getuigenis wilt vanuit uw pijn. You need to be hungry. Dan moet u hongerig zijn. For knowledge. Voor kennis. Get the right information. Zorg dat u de juiste informatie krijgt. Read the right books. Lees de juiste boeken. Listen to the right people. Luister naar de juiste mensen. Educate yourself. Ontwikkel jezelf. Educate yourself. Onderwijs jezelf. Ignorance is no excuse. Onwetendheid is geen excuus. Because there is knowledge everywhere. Want er is overal kennis. Go and get one. Ga en verkrijg dat. If you read history, als u de geschiedenis leest, you find out that those who achieved much are not those who went to school. Dat ontdekt u dat de mensen veel those who achieve much are not those who went to school. Zijn die veel bereikt hebben, zijn het altijd naar school gegaan. Today you are iPhone-ing. Vandaag bent u bezig met uw iPhone. You have your iPad. U heeft uw iPad. You have your Facebook. U heeft uw Facebook. Those people fell out of school. Deze mensen hebben de school niet afgemaakt. But they educated themselves. Maar ze hebben zichzelf ontwikkeld. They educated themselves. Ze hebben zichzelf ontwikkeld. And they were able to develop ideas that we are all using today. En ze waren in staat om ideeën te ontwikkelen die we vandaag gebruiken. If you educate yourself, you will get somewhere. Als u zichzelf ontwikkelt, dan komt u ergens. So don't give excuses, I didn't go to school. No. Dus geef niet het excuus, ik ben niet naar school. Educate your mind. Ontwikkel uw gedachten. If you educate your mind. Als u verstand ontwikkelt. You can sell your ideas. Dan kunt u uw eigen ideeën verkopen. We call it intellectual property. Wij noemen dat intellectuele eigendommen. Amen. Nobody can steal it. Niemand kan dat stelen. It's in your head. Het is in uw hoofd. Somebody say, I have it here. I have it here. Somebody say, I have it here. I have it here. If you happen to meet somebody who doesn't have it, don't let that person discourage you. Some people will say, I am 85 years old now. What can I do? Ben ik 85, wat kan ik nog doen? I'm preparing to die. Ik ben aan het voorbereiden om te sterven. I give you another example. Geef ik een ander voorbeeld. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Was developed after the man got pension. Die werd ontwikkeld nadat de man gepensioneerd was. He was already pensioned. Hij was al gepensioneerd. He didn't go to die. En hij ging niet sterven. He went to invent. Hij ging om iets uit te vinden. And today we are all eating Kentucky Fried Chicken. En vandaag de dag eten we allemaal Kentucky Fried Chicken. Nobody is too old or too young to do something. Niemand is te oud of te jong om iets te doen. If you want to, als u het wilt, you will leave something behind. Laat u iets achter. The man was pensioned, but he was not tired. No. He was retired, but his mind was sharp. Zijn verstand was nog scherp. Number 8. Value your time. Waardeer uw tijd. Value your time. Waardeer uw tijd.
Value your time. Waardeer uw tijd. Learn how to convert your time properly to something useful. Leer uw tijd om te zetten naar iets wat nuttig is. Time, everybody has 24. Iedereen heeft 24 uur tijd. I cannot borrow your own. En ik kan niet uw tijd lenen. I cannot give you mine. I cannot give you mine. En ik kan u ook niet die van mij geven. What you do with your time, wat u doet met uw tijd, will determine who you will become. Dat zal bepalen wie u wordt. If you learn how to convert time, als u leert om de tijd te gebruiken, even when you are going through pain, zelfs wanneer u door pijn heen gaat, you are still able to convert your time properly. Bent u nog steeds in staat om de tijd nuttig te gebruiken? You will progress very fast. Dan zult u heel snel vooruit gaan. It's not necessary to sleep 16 hours every day. It's not necessary. Het is niet nodig om iedere dag 16 uur. Even babies don't do that. Zoals baby's doen dat niet. Convert your time properly. Gebruik uw tijd nuttig. The time you have used, you can never get back. De tijd die u gebruikt hebt, die komt nooit meer terug. But you can multiply what you do in an hour to get your time you lost back. Maar u kunt de tijd vermenigvuldigen die u gebruikt in een uur om die tijd weer terug te krijgen. Do not waste your time. Verspil uw tijd niet. Because your life is measured in time. Want uw leven wordt gemeten met de tijd. Keep time always. En houdt u altijd aan de tijd. Use your time properly. Gebruik uw tijd goed. Use your time properly. Gebruik uw tijd goed. Control yourself around the television. Beheers uzelf voor de televisie. Have you discovered that you cannot read a book for 15 minutes without sleeping, but you can watch TV for 4 hours without blinking your eye? Even during that time you can fast because you can't remember to eat. U kunt niet 15 minuten de boek lezen zonder in slaap te vallen, maar u kunt wel uren voor de televisie doorbrengen. And the next one that is time is this one. En het volgende wat de tijd heeft, dat is dit. How many of you know what I mean? Hoe ver u weten wat ik bedoel? How many of you know what I mean? Thank you. Some of you are very prophetic. You just got the answer. You can be Facebooking like this. We kunt Facebook zijn bezig zijn zo. 3 hours is gone. Voordat u weet zijn er 3 uur voorbij. Is it really? Measure it when you get home. Yeah. Measure how many hours you do this every day. Measure. You'll be shocked. And what are you doing? En wat doet u? You are reading what people are writing. Je bent aan het lezen wat andere mensen schrijven. And some of them. En sommige van hen. You see, it has nothing to do with you. Dat heeft niets te maken met u. It is shaping your life. Maar het vormt. Some of you were not gossipers before, now you are gossipers. Sommige waren eerst geen roddelaars. Because you learn it from there. Omdat u het daar geleerd heeft. Some of you were not afraid before. Sommige waren eerst niet bang. But now you are afraid. Maar nu bent u bang. Because there are some people who will tell you what is not good every day on Facebook. Want er zijn mensen die laten zien op Facebook. How many people's hair they cut off and how many people's arm they cut off and how many people. That's the only thing they post. They don't have good news. Ze hebben geen goed nieuws. On their page there is no good news. Op hun pagina is geen goed nieuws te vinden. And you are very anxious once you close from church now. If not the rules and regulations you have here, some of you will be doing this here. But if you do it, I catch you. Your phone will be an offering to the church. Amen? Amen. Do not waste your time. Use your time properly. Something you need to do when you are young, don't wait until you are old to do it. Als u jong bent, wacht dan niet tot u oud geworden bent. Don't postpone what you can do now. En stel niet uit wat u nu kunt doen. Nummer 9. Value small things. Waardeer slimme dingen. Small things. Of kleine dingen. When you are going through pain. Wanneer u door pijn heen gaat. And you want testimony. En u wilt een getuigenis. You need to value small things. We moeten kleine dingen waarderen. Little things. Kleine dingetjes. Value them. Waardeer hen. Begin from where you are today. Begin van waar u nu bent. Treasure those around you. En waardeer degene om u heen. Treasure those around you today. Vandaag. Appreciate them. En waardeer hen.
Some of us say, ah, when I'm successful, I will not talk to all these people anymore. I will be talking to those people. That's why you're not successful. While we don't make you successful, you abandon those who have been there for you all along. God is very fair. Oh, can I teach you? The moment I make it, these ones are bush people. I look for those in New York and Amsterdam, those in Stockholm, those in Stockholm, you know, those high class. I'm now high class, I look for high class. I don't talk to people in the church, they are very low. God said we shall see. Those you look down upon may be the pillar that will take you to where you are going. Appreciate those around you because they are not empty as you think. They are loaded. One word from them could be what you need to get to where you are going. And if you're already thinking that you will abandon them, forget it, you can't fly. God is very fair. God is heel erg eerlijk. I cannot be so big to the point that I tell my father hi. Ik kan niet zo groot worden dat ik nog een dag kan zeggen tegen mijn vader. Even if I, then when I see my father say hi, then that day I will be high. Which mouth will I use? Welke mond zal ik gebruiken? I don't even have that kind of mouth. Ik heb niet eens zo'n soort mond. To tell him hi. Om hem hi te zeggen. Even if I'm dreaming, I say hi, I will pray in the dream. Promotion does not make you arrogant. It makes you humble. Any promotion that makes you arrogant is not from God. Elke promotie die u arrogant maakt, dat is niet van God. It's either you promote yourself or Satan promotes you. Of u promoot zichzelf. And normally we see you go up and we see you down. We zien u opgaan en we zullen u zien. Appreciate people around you. Waardeer de mensen om u. When good things come, let the people around you enjoy it first. Wanneer de goede dingen komen, dan. Because they have been there with you all along. Ze zijn er al die tijd. Most of the things you know, they taught you. De meeste dingen die u weet, hebben zij u geleerd. Appreciate your mother. Waardeer uw moeder. Appreciate your father. Waardeer uw appreciate vader. Your uncles. Waardeer uw appreciate your teachers. Waardeer uw appreciate people who have sacrificed something to get you to where you are. En waardeer de mensen die iets opgeofferd hebben om u te krijgen waar u bent. Those who value little things. Degenen die kleine dingen waarderen. They get big things. Die krijgen grote dingen. Somebody say here. Here. So change your mind. Dus verander uw gedachten. If your mind is always. No, you will not get there. Ask those who have tried before. It won't work. It's godly principle. It's not. Listen. Don't ask anybody to cast demon away or pray for you. No, 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 no. It's godly principle. Het is een goddelijk principe. Appreciation. Waardering. Valuing little things. De kleine dingen waarderen. When we see ourselves, we tell ourselves good morning. Wanneer we onszelf goedemorgen zeggen. We say and you answer it too. En beantwoord het ook. When you get to the point where you can no longer say it. Maar wanneer u op het punt komt dat u dat niet meer zeggen kunt. There is something wrong with you. Dan is er iets verkeerd. And when it gets to the point where you cannot answer that greeting. En als u op het punt komt om die begroeting niet te beantwoorden. Then you have a problem. You need deliverance. Dan heeft u een probleem. Dan moet u bevrijd worden. Because that is your first expression of love. Want dat is uw eerste uitdrukking van liefde. Number 10. 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 Amen. Amen. That clock is lying there, right? Amen. After the service, let somebody deliver the clock. Amen. That time is not correct, okay? Amen. Amen. Number 10. Number 10. Help others. Help anderen. Help others. Help anderen. Help others. Help anderen. Help other people. Help andere mensen. Help people around you. Help de mensen om u heen. Have a helping hand. En wees, geef een helpende hand. Help people. Help mensen.
If you want to be the greatest person in the world, als u de grootste persoon in de wereld wilt worden, you must be a solution to people's problems. Dan moet u een oplossing zijn voor de problemen van anderen. Can I say it one more time? Zal ik het toch een keer zeggen? If you want to be the greatest person in the world, als u de grootste persoon in de wereld wilt worden, and be the greatest person in your chosen field, en de grootste persoon in uw whatever thing you are doing, wat u kunt doen, be a solution to their problem. Wees dan een oplossing voor hun problemen. Identify their problem. Identificeer hun probleem. And help them to solve it. En help hen om het op te lossen. Once you can do that, zo gauw u dat kunt doen, you are a great person. Bent u een geweldige persoon. So help people. Dus help mensen. Help other people. Help andere mensen. Plan it into your agenda to help people. En schrijf het in uw agenda om andere mensen te helpen. If you help people, als u mensen helpt, you will grow. Dan zult u groeien. You will grow. U zult groeien. Naturally you will grow. Op een natuurlijke manier zult u groeien. Let me give you an example. Laat me een voorbeeld geven. The person who has lumpia cramp. Now listen. Very close to Albert Heijn. Heel dicht bij Albert Heijn. What problem is he solving? Hij heeft een lumpia cramp. What problem is he solving? Wat voor soort probleem lost hij op? Problem of hunger. Het probleem van honger. He's helping people. Hij helpt mensen. So that if you're hungry, dus wanneer u honger heeft, you buy, you eat. Dan koopt u een lumpia. And from that he makes his money. En vandaar maakt correct? Hij, krijgt hij zijn geld. Correct? Yes. Oh yeah, go on, I'll ask them. The restaurants you see all over the place, they are solving problems of hunger. De restaurants die u overal ziet, ze lossen het probleem van de honger op. The vehicle you are driving, they are solving problem of movement. En de auto waarin u rijdt, die lost het probleem van beweging. Those of you who are using glasses, the people who invented glasses, they are solving the problem of sight. Degenen die een bril dragen, degenen die dat ontwikkeld hebben, die hebben het probleem van slecht zicht opgelost. How about your hair do? Can I go there? Can I go there a little bit? Kan ik daar ook heen gaan? You know, I love the hair, right? Today. Ik hou van can I go there a little bit? The one you attach to the left and the right and you swing it is helping to solve the problem of beauty. Amen? Amen. Oh, the woman will not say amen now. But you know, the one who invented it, degene die dat heeft uitgevonden, is solving a problem. Die heeft een probleem. And he's helping you. En hij helpt u. So help others. Dus help anderen. As you are helping people. Terwijl u anderen helpt. Now let me give you a secret. Laat me een geheim vertellen. Sometimes. Soms. God is showing you where you can become somebody great. God laat je zien helping people. Een groot persoon kunt worden door het helpen van mensen. From those things you are helping. Vanuit die dingen die u doet om te helpen. You can become a business person. Kunt u een zakenpersoon worden. Amen. 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 Don't you say, I will never help anybody again. Don't say that. Zeg niet van, ik zal nooit meer iemand helpen. That could be your business. Want dat wordt uw zaak. And every time you help people, you feel good. En telkens wanneer u mensen helpt, dan voelt u zich goed. So don't withdraw. If you have made up your mind not to do it, please continue. Amen? Amen. The people are not grateful. Thank the Lord they are not grateful because God will give you double portion. Amen. God dat ze niet dankbaar zijn, want God zal een dubbele portie geven. And before you say they are not grateful, are you yourself grateful? How many people have you thanked that have helped you? Voordat u zegt dat ze niet dankbaar zijn, hoe dankbaar bent u zelf geweest? I don't help people so that they thank me, I just do it. Ik help mensen niet omdat ik dankjewel kan krijgen, maar ik doe het gewoon. Because it's godly. Want het is goddelijk. How many times do I tell God, Father, thank you for the air I breathe? Hoe vaak zeg ik, Vader, dank u wel voor when de he gives me lucht die ik adem. Amen? Nummer 11. Nummer 11. Be proactive in doing things. Wees proactief in het doen van dingen. When you are going through pain, don't wait. Just do things you need to do. Wanneer u in... When you're going through pain. Wanneer u door pijn heen gaat, wacht dan niet, maar ga de dingen doen die u just doet. Keep on doing things. Ga door met die dingen. Be proactive. Wees proactief. Don't say when this pain is gone, then I can start. No, be proactive. Zeg niet wanneer de pijn over is, dan begin ik. Nee, wees be proactive. Wees proactief. Just do the things you need to do. Doe de dingen die je moet doen. Take the opportunities that you see. En gebruik gelegenheden als een zaak. Because during that your pain. Want door deze pijn. And during that tears. En door die tranen. You will see opportunities. Zult u gelegenheden. Grip them. Grijp ze. Because that will be your last.
last chance of having that opportunity. Some people have met their life partners during the time of their pain. When they were going through serious things in life, that's when they met people who really loved them forever. Not on holidays. When they were going through pain. Some people have been able to heal their home of what is wrong in the home when they are going through pain. Because during that time, they use the pain as a weapon to bring everybody together. If they have not been praying before, they start praying, start studying the word, and start being close as a family. So be proactive. Wees dus proactief. Use that pain, convert it to something very good. Gebruik die pijn en gebruik hem om iets goed te doen. Somebody say here. Somebody say here. Somebody say here. Number 12. Number 12. Be prepared. Wees klaar, wees voorbereid. Be prepared. Wees voorbereid. Be prepared. Wees voorbereid. Even in that pain, be prepared. Zelfs in die pijn, wees voorbereid. Be prepared. Wees voorbereid. Prepare yourself. Bereid jezelf voor. For whatever comes. Voor wat er ook komt. Prepare yourself. Bereid jezelf. With knowledge. Met kennis. Prepare yourself. Bereid jezelf. With skills. Met vaardigheden. Prepare yourself. Bereid jezelf voor. With network with other people. Door dit te netwerken met andere mensen. Prepare yourself. Bereid jezelf voor. And do research. En doe onderzoek. On what you are going to do. Over wat u gaat doen. Number 13. Number 13. And the last one. En de laatste. Make accurate decisions. Maak accurate besluiten. Make accurate decisions. Neem accurate beslissingen. When we are in pain. Wanneer u in pijn bent. Sometimes we make wrong decisions. Maken we soms verkeerde beslissingen. Don't let the pain determine your decision. No. En laat die pijn niet bepalen welke beslissing u neemt. So think properly. Get guidance and then make decisions. Because why do I say this? Waarom zeg ik dit? The pain will eventually go. De pijn zal uiteindelijk gaan. But the decision you make. Maar het besluit dat u genomen heeft. Will stay. Dat zal blijven. Amen? Amen. Now let me give a very. I was talking to somebody yesterday. He said in this country is becoming a little bit very good. I said yes, yeah. Gisteren sprak ik iemand die zei dit land is eigenlijk heel erg goed. He meant it in the other way. Maar hij bedoelde het in de andere. Before, if you are doing anything, they bring paper you sign. They say that is a contract, right? Amen, right? Now you can sign contract on phone. Can I talk about that? Please listen up. So because you are going through pain, omdat u door de pijn heen gaat, you just lost your telephone. Bent u de telefoon verloren? You just lost it. Je bent hem kwijtgeraakt. And you are very angry. En u bent heel erg boos. There is pain. Er is pijn. So you want to buy a new one. Dus u wilt een nieuwe kopen. And you call. En belt. T-Mobile. T-Mobile. Hello T-Mobile. I need phone now, now, now. Ik heb nu op dit moment de telefoon nodig. And you get this nice talking lady on the phone. En u krijgt zo'n vriendelijk sprekende vrouw op de and telefoon. And she tells you everything that you are going to get. They tell you only what you are going to get. They don't tell you what you are not going to get. En ze zeggen niet wat u niet krijgt. And when you finish, you use one and the other one comes with what you represent. Once you say yeah. En op het moment dat u ja zegt. That means you sign. Dat betekent dat u getekend heeft. If you go to court, you will win. If you go to judge, the time I did it, I was so angry, I had pain all over my body. So I said, the judge, it doesn't matter. You said yeah. U heeft ja gezegd dus. When that pain is gone. Wanneer die pijn weg is. Ja is still there. Ja is er nog steeds. Amen. Amen. I have so much pain, so I'm going to wake up to dress myself properly. Dus ik ga mezelf netjes aankleden. You call them. Je belt ze op. You buy clothes. Je koopt kleren. With telephone. Met de telefoon. Contract. Contract. You call them. Oh, I was angry that time. Say no, ja, no, 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 no. You bought it already. So business dus zaken has gone to another level. Dus het doel is naar een andere your ja on telephone is as good as a well-written signature. Uw ja aan de telefoon is net zo goed als een ondertekend stuk papier. So ik was een grapje aan maken. There's no grapje anymore there. Zijn
mine to call. Amen. 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 And the best way is to walk there. De beste manier is om daar persoonlijk naartoe te gaan. With somebody. Met iemand. Who understands. Die het begrijpt. And then let them explain to you. En laat het dan uitleggen aan u. Sign the paper, piece of paper, sign it. En onderteken het stukje papier. There they will tell you, I should have called from home. Tell them, no, I'm here already now. Let's do it now. They make you feel it. They will make you wait for a long time because they want you to call from home. Stay, wait for that. Ze laten u lang wachten, want ze willen dat u vanuit naar huis. Because it's easier on phone than when you are there. Het is gemakkelijker aan de telefoon dan wanneer u daar bent. So when you make that decision. Dus wanneer u dat besluit neemt. And it's not accurate. En het is niet accuraat. The consequences will come. Dan zullen de consequenties, de gevolgen zeker komen. So when you are in pain. Dus wanneer u pijn heeft. And you want testimonies. En u wilt getuigenissen. Take time to make accurate decisions. Neem dan tijd om accurate beslissingen te nemen. Because the pain will go. Want de pijn zal gaan. But the consequences of the decision will remain. Maar de consequenties van het besluit niet. Those are the things the Lord has given to me to share with you. Het zijn de dingen die God me heeft laten zien om met u te delen. That through your pain. Dat door uw pijn. You can convert it. U kunt het omzetten. To something progressive. Naar iets dat progressief is. That will bring you testimony. En dat er getuigenis zal komen. And how do you do that? En hoe doet u dat? It's by going through these 13 points and other points that you can get by yourself. U kunt dan door die 13 punten heen gaan. What you call disadvantage could become advantage. Depending on how you handle it. Hangt er vanaf hoe u daarmee omgaat. I would advise you to get a tape of this message. En ik adviseer u om een opname, een CD of een DVD van deze boodschap te kopen. And listen to it over and over again. En telkens opnieuw naar te luisteren. You take it as a school. U kunt het zien als een school. And learn from it. En ervan leren. And practice it. En het in praktijk. You will discover that your life will never be the same. En zult ontdekken dat uw leven niet meer hetzelfde zal zijn. When you are going through pain. Wanneer u door pijn heen gaat. Don't worry. Wees dan niet bezorgd. It will not kill you. Het zal u niet doden. Because God is in it. Want God is in it. Yesterday he told us that anything is that is going on in our life that he is there. Gisteren heeft hij ons verteld dat alles waar we doorheen gaan in ons leven dat hij daar is. That he controls it. Dat hij het onder controle. That anything we cannot bear can never come to us. Dat alles wat we niet kunnen dragen dat zal niet tot ons komen. He said whatever we are going through. Hij zei waar u ook doorheen. That we are capable of it. That we can dat we in staat zullen zijn om daar doorheen te gaan. No matter how heavy it is. Het maakt niet uit hoe moeilijk het is. He is a good God. Hij is een goede God. He knows what we can go through. Hij weet waar we doorheen kunnen gaan. But our body sometimes tells us no. Maar ons lichaam zegt soms nee. And the most beautiful thing is this. En het mooiste eraan is at the end of all those things. Aan het einde van al die when dingen. When people think that we are crushed and completely beaten out. Wanneer mensen denken dat we helemaal aan de grond zitten. The Bible says, zegt de Bijbel, we will come out more powerful. We zullen krachtiger uitkomen. We will come out stronger. We komen er sterker uit. And we come out with a testimony. En we komen eruit met een getuigenis. We will not be so beaten in such a way that we will never come out, because God is in the struggle. Want God is in de problemen. I don't know what pain you are having right now. Ik weet niet wat voor pijn u nu op dit moment. But I want to let you know that God is in it. Weten God wants to glorify Himself. God wants to prove that He is still God. God kan veel bewijzen. That at the end of the day, dat aan het einde van de dag, people will point at you and say, "Look at that lady; she's very strong." Yeah. They will say, "Look at that man; he's very strong." They say, "Look at that person; he's really a Christian." Christianity is not equal to. Please get this. Christianity is not equal to no problems. Christendom is niet hetzelfde als geen problemen. No. Nee. The Bible says. De Bijbel zegt. We will have problems. We zullen problemen hebben. We will have it. We zullen ze hebben. But He will always be with us. Maar Hij zal er altijd bij zijn. I say He will always be with us. Amen. Somebody shout no surrender. No surrender. Somebody say no surrender. No surrender. No escape. No escape. No retreat. No retreat. No running away. It's bigger and mightier than my pain. Through my pain, through my pain, I
Hallelujah.